Salman, volgend seizoen ook de trainer van KV Vrouwen 1. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ik ben er blij mee om nog een jaar met deze groep samen te werken. Ja, blijft de groep intact? De meeste speelsters blijven. Een aantal nemen afscheid door blessures of andere zaken die er spelen. En we hopen uit de tweede zeg maar, wat speelsters bij te krijgen om het volgend jaar wat nog beter te doen. Nou, was het zo gepiept, de onderhandeling? Het was een soort ja en nee. En er waren meer nee's vanuit het bestuur. Dat is een grapje hoor. Nee, het was een hartstikke goed gesprek. We zijn snel uitgekomen. Het gesprek duurde wat langer dan gewenst. En we kijken naar voren. Of voren uit ieder geval. En we zijn bezig met organisatieuitbreiding. Dat was het belangrijkste thema wat ik had eigenlijk. Om beter te presteren op het veld. Ja, wat is de ambitie? Ambitie is, naar volgend seizoen, is eigenlijk dit seizoen is eigenlijk om een tweede periode te pakken. De huidige periode of de derde. En we zijn door blessures en andere kleine oorzaken een beetje op een PD beland. Daar zijn we afgelopen zaterdag uitgekomen. En we gaan naartoe werken richting de vijfde plek. En vervolgens toen is eigenlijk met een echte fitte selectie de voorbereiding te beginnen. En dan door te stoten in de top 5 te blijven eigenlijk. En niet meer naar beneden kijken, alleen maar linksbovenin. Met stiekem een oogje naar de eerste klasse. Dat zou eigenlijk de lange termijn visie zijn. En daar zijn we mee bezig om 2-3 mensen bij te betrekken. In een bestuursfunctie, in een TC-rol. Onze goede vriendin Nancy die gaat weg. Die stopt ermee. Dus we gaan dan kijken of we het team verder kunnen uitbreiden. En vooral bij tweede. Tot daar een grotere groep zit met de begeleiding en speelsters. Ja, lange termijn zeg je. Hoe belangrijk is dan ook het belofte team wat er nu is? Het is een mooie graadmeter. Ze hebben al 1 keer gespeeld. En er zat een verschil tussen de eerste en de tweede helft. En het geldt een beetje in het heel Nederland, voetbal in het Nederland, dat de weerstand vaak op trainingen nog niet zo optimaal is. Tot die brug naar de tweede klasse of naar de eerste klasse net te groot is. En dit is een mooi opstapje voor volgend seizoen. Om nog een paar keer zo'n wedstrijden te gaan spelen. Het wordt je derde seizoen volgens u? Ja, ik haal de zomer. En de bedoeling om het volgend jaar ook af te maken. En wie weet dat er een 4e en een 5e jaar in komt. Dat ligt een beetje bij hoe we samen de nieuwe opzet uit gaan voeren. En we hopen daar ongeveer in maart, april wat nieuws over te geven. En daarvoor is het ook leuk om te blijven. En helpen met het groeien, vooral in de breedte van het vrouwenmeidenvoetbal in Leidschendam-Voorburg. Of aan regio Hageland eigenlijk. Dus begin je al een RKV in hart te krijgen? Ik heb wel een rood-wit hart van Ajax, Amsterdam 020. Dus het past wel een beetje bij mij. En ik voel me al thuis hier en iedereen is aardig. Rob Zuiderwerk loopt af en toe wel eens met een grote witte handdoek rond. Maar dat is misschien meer om zijn neus af te vegen. Maar... Niet om hem in de ring te gooien. Nee, ik hoop het niet. Lekker, dankjewel. Oké, graag gedaan. Ja, dankjewel.